Zoals ik dus al zei, ik ben dierenarts. Ik ben in Friesland gekomen ben ik begonnen met voornamelijk koeien te doen in een gemengde praktijk. Al vrij snel kwam ik hier in de paarden terecht en dan voornamelijk dus de Friese paarden. Veel dekstations in de begeleiding. En ik kwam dus achter dat hoe uniek dit ras is, dat wist ik wel, maar ook hoe uniek dit ras bekend is over de hele wereld. Je kan geen plekje ter wereld bedenken waar ze niet een Fries paard kennen. Dus dat is echt iets om trots op te zijn. Op een gegeven moment hadden wij thuis heel veel ruimte over, omdat de kalverhandel wat minder liep. We verhuurden die stallen. Toen hebben we besloten van ja, wat ga je doen met lege stallen? Caravans erin zetten, zo saai. Toen zijn we begonnen met quarantaine. En ook gelijk het vliegen erbij te doen. Nou, en dat was eigenlijk gelijk booming. Heel veel Friese paarden in het begin. Nu ook, nou, denk wel 50-50 met KWPN'ers. Dus ik wou jullie eerst even een filmpje laten zien nou ja, hoe het bedrijf eruit ziet en wat we doen. En dan een presentatie houden. Als jullie vragen hebben, kunnen we gewoon onderbreken. Zorgt wereldwijd de export en de quarantaine van paarden. We werken volgens het stal-tot-stal-principe. Dat betekent dat we de koper compleet ontzorgen. We halen de paarden bij de eigenaar op, zorgen voor de juiste verzorging en regelen het papierwerk. Vervolgens leveren we de paarden netjes en schoon af bij de koper in het land van bestemming. Tijdens de quarantaine en de export hebben we nauw contact met onze klanten. We houden ze middels foto's en video's op de hoogte van de voortgang. Wij exporteren naar landen als Amerika, Taiwan, Canada en Zuid-Afrika. Ben ik werkzaam als paardendierenarts. Dat heeft veel voordelen. Testen als bloedonderzoeker kan ik zelf uitvoeren en bij calamiteiten ben ik altijd aanwezig. Paarden zijn bij ons geen nummer. Paarden hebben bij ons een naam. Ons bedrijf is op een ontzettend mooie plek gehuisvest. We hebben ruime open boksen, zodat de paarden elkaar goed kunnen zien. Een grote rijbak en graspedders op eigen terrein. Ze komen er dagelijks uit, waardoor ze zich snel op hun gemak voelen. Het landschap om ons bedrijf heen is een stuk natuurgebied. Het is een schitterende, rustgevende locatie. Kwaliteit en zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Bij Horses to Fly is je paard in goede handen. Dit dan dus even een beetje ter introductie nou ja, hoe het bedrijf eruit ziet.
om wat te beginnen, ik ben dus Pascal Drijfhout van Horse to Fly. En ik probeer jullie een beetje wegwijs te maken hoe de export van paarden verloopt. En bij vragen natuurlijk gewoon altijd inbreken. Nou, mag wel starten. Als hij het wil. Nou, wie zijn wij dus? Ik vertelde dus al, ik doe het bedrijf samen met mijn vriend. Alex zat al jarenlang in de export van koeien. Dus die had al de connecties. Er gaan veel koeien natuurlijk als transport over de weg. Maar er worden ook genoeg koeien worden er gevlogen. En ik dus als dierenarts, paardendierenarts dan in Friesland. Die al nodige, nou ja, je kan natuurlijk alles zelf doen. De bloedtesten, de semtesten, dus dat is wel ideaal. We zitten dus in Friesland. En we zijn in 2014 begonnen. En dat was echt gelijk booming. Er is dus blijkbaar heel veel behoefte aan. Alleen in het zuiden van het land zit eigenlijk maar een groot bedrijf die de export regelt. We vliegen dus over de hele wereld. Zoals ik al zei, over de hele wereld. Iedereen kent een Fries paard. Nou, daar mag je dus echt wel heel erg trots op zijn. Geldt trouwens ook voor KWPN. Als je zegt in Taiwan of waar dan ook, Madagaskar, dat je een Hannoveraan op stal hebt, dan kijken ze aan van, en dat is. Als je zegt, ik heb een Fries paard, dan weet iedereen waar je het over hebt. Dat is echt uniek. Hier even een beetje een plaatje, we gaan eigenlijk overal heen. Australië staat erop en dat is niet helemaal waar. Want dat is dus het enige land waar we niet heen kunnen, samen met Nieuw-Zeeland. Ja, vanuit Australië hebben ze zelf bedacht dat ze de quarantaine maar van twee plekken willen doen. En dat regelt IRT en dat zat in Engeland en in Duitsland. Dus het zijn de enigen die naar Australië kunnen vliegen. Dus Friese paarden die naar Australië gaan worden wel klaargemaakt qua bloed. En dan vertrekken ze naar Duitsland of Engeland. Nou, Engeland nu dus niet meer, nou het geen EU meer is. En dan vanaf daar kunnen ze naar Australië toe. Het ligt dus een beetje aan welk land je gaat. Mensen bellen dus op bijvoorbeeld een paard wat vervoerd wordt in de EU. Dat gaat dus allemaal, het meeste allemaal over de weg. Daar kunnen wij dan papieren voor klaarmaken. En meestal besteden we dat uit dat andere transportbedrijven de paarden vervoeren. En voor ons is natuurlijk het leukste en het interessantste echt het vliegen. Omdat we dat dus als één pakket aanbieden. Dus als jullie ons opbellen, we zeggen een paard voor Brazilië. Dan zoeken we contact met de verkoper. En regel al het papierwerk, de pre-screening. Dat betekent alle bloedonderzoeken voordat ze de quarantaine kunnen starten. Dat je dus niet tijdens de quarantaine iemand moet teleurstellen van uw paard kan niet vliegen. En dat is afhankelijk van het land wat de eisen allemaal zijn. Dan heb je twee soorten gezondheidspapieren, afspraken eigenlijk tussen landen. Dat zijn de bindende certificaten. Dat zijn dus bijvoorbeeld Amerika en Canada. Er zijn afspraken tussen de regeringen van aan deze eisen moeten de paarden voldoen. En er zijn landen zoals Taiwan, dat zijn verzoekcertificaten. Dus dan moet je zelf het certificaat maken en dat ter controle aanbieden in Taiwan. En bij controle dan dus kan je gaan certificeren. Nou, dat is voor ons het allerleukste werk, want je kan zelf die certificaten gaan maken en allemaal naar je eigen hand zetten in overleg met het ontvangende land. Nederland streeft wel steeds meer en meer naar bindende certificaten, dat je niet op één vlucht paarden krijgt met verschillende gezondheidscertificaten. In die gezondheidscertificaten staat niet alleen maar welke bloedonderzoeken of welke SEM-swaps er genomen moeten worden, maar ook de tijdsduur dat paarden in quarantaine staan voordat ze weggaan. En ook vooral de eisen aan quarantaine. Canada is bijvoorbeeld vrij makkelijk. Paarden mogen gewoon geen contact hebben met andere paarden. Maar Mexico moeten ze echt achter knuttenvrij gaas en mogen ze er niet uit. Dus het is van ieder land is anders wat je aan testen moet doen en aan tijd van quarantaine duur. Ja, dat is ook een beetje wisselend. Als je bijvoorbeeld Mexico hebt, hebben ze hier quarantaine. Er staat 21 dagen voor. Maar dat zijn veulens en ruinen kunnen 21 dagen. Maar hengsten en merries, dat red je niet. Moeten 28 dagen minimaal. Omdat je met iedere week SEM-testen zit. SEM is een geslachtsziekte. Dus er worden de swabs genomen vanuit de vulva en vanuit de penis. Dus dat moet iedere week moet dat gebeuren. En als je dan sportpaard bent, moet dat ook. Maar dan kom je in het land van aankomst aan. Word je op het luchthaven in Mexico City, word je bloed geprikt. En kan je gelijk naar de ontvanger toe.
En paarden, jonge Friese paarden die bijvoorbeeld niet in de sport gelopen hebben, gaan dan weer naar een boerderij waar ze ook nog eens een keer in quarantaine komen. En landen zoals Canada bijvoorbeeld moeten ook hier in quarantaine. Dan is de tijd niet vastgesteld. Is de tijd die je nodig hebt om de SEM-testen bijvoorbeeld te doen. Dat is vaak het langste tijd. Dat kost 7 tot 8 dagen. En de veulens en ruinen heb je dus in principe binnen een week in Canada. Alleen die moeten in Canada dan zelf ook weer een week tot 2 weken in quarantaine. Dus het is echt heel verschillend wat een land eist. Chili gaat bijvoorbeeld de paarden niet in quarantaine. Heb je hier een lange quarantaine van een maand. Maar bij aankomst kunnen ze gelijk naar de eigenaar toe. Dus het is maar heel erg wisselend. En Taiwan ook staat hier ook 28 dagen en bij aankomst 10 dagen. Dus er is echt geen land wat gelijk is. Amerika heb je in Nederland helemaal geen quarantaine. Er gaan ontzettend veel Friese paarden naar Amerika toe. Vooral brave, mooie ruinen. En die hoeven hier in Nederland niet in quarantaine. En die hoeven in Amerika, ligt eraan of je ruin, hengst of merrie bent. Ruinen hoeven alleen maar in de 3-daagse quarantaine. En na de 3-daagse quarantaine gaan hengsten en merries nog naar de SEM-quarantaine. En dat is voor merries is dat 2 weken en voor hengsten is dat maar liefst 6 weken. En Zuid-Afrika staan ze ook echt lang, staan de hengsten ook wel 6 weken in quarantaine. Ja, dus het is echt heel afhankelijk van het land waar je naartoe gaat. Ja, eigenlijk gaat alles... Nee, nou dat gebeurt dus helaas wel. Als jij in Amerika aankomt en het paard is niet fit, hij krijgt of shipping fever of minder erg gewoon een verkoudheid en hij mag niet weg na die 3 dagen. Dan betaal je $350 per dag dat hij iedere dag dat hij langer staat. En Amerika is daar wel uitzondering in. Omdat bijvoorbeeld landen als Taiwan en Zuid-Afrika kom je in 1 quarantaine aan en daar blijf je ook. En Amerika heeft dus echt het onderscheid tussen ruinen en hengsten en merries. De ruinen mogen na 3 dagen weg. En de hengsten en merries moeten dan nog een keer weer naar een andere quarantaine vervoerd worden. Je komt eigenlijk wel een paas bij. Ja, vooral Amerika. Ja. Nou kijk, als dus iemand ons bijvoorbeeld dus uit Mexico opbelt, dat hij, nou vooral nu met de hengstenkeuring, we hebben nu ondertussen al 14 hengsten staan die de eerste bezichtiging niet gehaald hebben. Er lopen hier veel buitenlandse mensen rond, die kopen hier de jonge hengsten op. Nou, dan ligt dus maar namens, zeg maar even, dus dat ze naar Mexico gaan. Dan doen we eerst de pre-screening, want voordat ze überhaupt het paard kopen. Want als een hengst bijvoorbeeld positief is op equine artritis virus, EAV, kan hij niet naar Mexico. Dus dat moeten die mensen natuurlijk wel van tevoren weten voordat ze zo'n duur paard aanschaffen. Andere landen worden natuurlijk weer andere testen gedaan. Maar dan op het moment dat de koper zeg maar een offerte krijgt en daarvoor tekent, en dat paard bloed is, goed is op bloed, ja, dan gaat hij de quarantaine. En op het moment dat het paard betaald is, is het risico voor de verkoper is weg. En dan is al het risico ligt bij de koper. Die betaalt dat hele traject. Ja, ja, ja. En sommige mensen regelen zelf bij de aankomst in bijvoorbeeld Amerika transport naar hun eigen huis. En soms regelen wij dat ook allemaal. Dus wij zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor alles goed geregeld is en dat ze daar keurig op plaats van bestemming komen. Echt van huis tot huis. Maar ja, het risico blijft altijd voor de koper. Gelukkig gaat dat 99% goed. Maar het gebeurt natuurlijk wel eens dat een paard toch ziek wordt of dat er toch wat gebeurt. Ja, het is natuurlijk wel levend spul. Ja. Dit is dan een voorbeeld van een certificaat wat je zelf, maar dit is al heel oud. Nu is natuurlijk alles digitaal. Maar dan is het dus in de taal van het ontvangende land moet er natuurlijk opstaan. En altijd in het Engels. Dus een certificaat is in principe tweetalig. Dan, dit is dan hoe ze dan dus aankomen. Dus dan heb je het hele proces al gehad met het voorscreenen op bloed. En dan de offerte is geaccepteerd. Dan wordt het paard of we halen hem op. Sommige mensen vinden het leuk om hun paard te brengen. Want die hebben bijvoorbeeld al tijdenlang uitgebracht in sport of wat dan ook. En die vinden het natuurlijk zeer emotioneel dat het dier dan toch weggaat. Dus die vinden het fijn om het te brengen. Nou, dit zijn dan onze stallen. We hebben ongeveer 70 stallen. Maar dat zit allemaal verdeeld in compartimenten.
Want als je nu Taiwan start en een stal is bijvoorbeeld 9 boksen of 8 boksen en je hebt maar 3 paarden voor Taiwan, dan blijven al die andere boksen leeg. Je mag geen paarden toevoegen en je mag er ook geen paarden uithalen en al helemaal niet andere landen bij elkaar zetten. Colombia en Mexico vliegen samen, maar we hebben Colombia apart staan van Mexico. Het zijn andere certificaten en in het vliegtuig komen ze bij elkaar, maar zo werkt dat nu eenmaal. Ja, dat klinkt wat briek, maar zo proberen we het te doen. En er zijn dus ook landen die gelukkig wel naar buiten mogen. Ja. Stel dat je bijvoorbeeld, ik verkoop, weet ik veel, 3 paarden naar Taiwan. En deze meneer verkoopt er ook 2. Mogen die dan wel met z'n 5 in 1 stal? Ja, maar als ze allemaal maar tegelijk starten. Dus bijvoorbeeld Taiwan, dan verzamelen we, noem maar het dan maar, de paarden allemaal. Die komen allemaal bij verschillende klanten vandaan, allemaal verschillende verkopers, maar ook allemaal verschillende kopers. En die paarden die starten allemaal tegelijk. En die beginnen allemaal met dezelfde gezondheidsstatus, dus dat ze voorgecheckt zijn op bepaalde ziekten. En op dag 1 dat de quarantaine start, dan zijn ze allemaal gelijk qua gezondheidsstatus. Voordat ze starten heb je dus het traject gehad bij de verkoper nog, dat er vaak bloedonderzoeken gedaan worden. En voordat de paarden bij ons starten, is de VWA al geweest om de stallen helemaal te checken. Moeten grondig ontsmet worden met halamiet. En eerst gecheckt worden als ze leeg zijn of dat überhaupt allemaal oké is. En dan starten zij dus allemaal tegelijk. Dus als je dan een dag later belt dan de buurman, ik heb nog een paard voor Taiwan, ja, dan moet je wachten tot de volgende ronde. Er mogen geen paarden in en ook geen paarden uit. Het gebeurt wel eens dat een paard in de voorscreening negatief is. We hebben een hele enkele keer dat dan toch vals positief test tijdens de quarantaine bijvoorbeeld. Zo'n paard moet de hele quarantaine door uitzingen. Hij mag er niet uitgehaald worden, want hij zou theoretisch ziekte bij zich kunnen dragen die hij al overgebracht heeft aan de andere paarden. En die blijft dan tot de quarantaine afgelopen is. Dus het is all in, all out. Dus als die stallen dan helemaal goedgekeurd zijn, dan arriveren de paarden. En dan dus afhankelijk van het programma maken we dus een programma wanneer ze bloed gedaan worden, wanneer ze SEM gedaan worden. Want het is ook niet zo dat je, om Chili nu bijvoorbeeld te nemen, die staat nu bij onze quarantaine, dan moeten de hengsten, mogen de eerste 7 dagen niet getest worden. Die mogen pas na 7 dagen getest worden. En merries moeten bijvoorbeeld op dag 1 alweer beginnen met de SEM testen. Dus het is ook nog een beetje afhankelijk van het land, maar ook afhankelijk van wanneer je de testen gaat doen. En veel landen hebben een supervisie van de VWA. Dus ook al ben ik dierenarts, ik moet toch altijd VWA aanvragen. Sowieso voor het keuren van de stallen. Maar bijvoorbeeld ook Mexico en Canada kijken zij toe op of ik wel de juiste monsternamen doe. En Mexico gaat nog een stap verder. Alles wordt verzegeld. Dus het bloed wordt verzegeld en de swabs worden allemaal verzegeld. We hebben helaas maar 1 laboratorium in Nederland waar het naartoe mag. Dat is allemaal in Wageningen. Het heet Wageningen, zit in Lelystad. En daar wordt alles onderzocht. Vervolgens moeten sommige landen wel gevaccineerd worden tijdens de quarantaine. Andere landen voor de quarantaine. Dus dat moet natuurlijk ook van tevoren uitgezocht worden. We hebben wel de policy dat alle paarden geënt aan moeten komen. Want dat is niet handig als jij ongeënte paarden hebt en alsnog ziek worden. En het is dus ook afhankelijk of ze wel of niet in de stapmolen mogen en los mogen. En dat wordt natuurlijk altijd in samenspraak gedaan met de koper en met de verkoper. Bijvoorbeeld Taiwan stuurt heel vaak eigen krooms mee. Schokkenmüller die doet altijd zijn eigen kroem mee, zijn eigen hoefsmid. Alles gaat van hunzelf mee om risico's en weet ik wat te voorkomen. Dat zijn natuurlijk ook ontzettend dure paarden. Dan wordt ook het hele programma doorgesproken. Niet alleen maar het voerprogramma, maar ook het trainingsprogramma. Er worden mensen ingehuurd, soms, die moeten komen rijden. En anders sturen ze eigen grooms mee, die ook vaak nog met de paarden meevliegen. En normaal gesproken doen we dat allemaal zelf. Maar we rijden ze dan natuurlijk niet zelf, dat is te veel risico. Maar we kunnen ze wel longeren. We doen, als het kan, alle paarden in de molen. En vaak vinden mensen het ook fijn als ze het niet kunnen, dat we het allemaal leren. En dan zijn hun pezen en hun spieren lekker opgewarmd. En dan pas los in de paddocks. De springpaarden en de Friese mogen eigenlijk altijd los. Maar er zijn heel veel dressuurpaarden dat de eigenaren toch niet willen dat die paarden loskomen in verband met blessures.
Dan is dus dit, ja, grasspelers komen ze niet zo vaak in. We hebben ook wel eens paarden die eerst gecastreerd moeten worden. Dus die staan bij ons te recoveren en die kunnen wel het gras in. Maar de paarden die dus in quarantaine staan, komen als het toegestaan is, dus in de stapmolen en in de paddocks en eventueel in de buitenbak of los of gereden. En dat is een eppenvloedbodem, dus we kunnen eigenlijk altijd rijden. Nou, voordat ze op transport gaan, moet natuurlijk alles goed zijn. Alle bloeduitslagen, alle gezondheidspapieren. Dus komt weer de VWA langs. Tussendoor komen ze checken of ik niet stiekem paarden van Mexico lekker in het weiland gooi. Dat alles conform de regelgeving verloopt. Voor ze op transport gaan, doen we de Friese altijd vlechten. Want dat zijn de buitenlanders echt helemaal wild van. Die vragen echt filmpjes hoe we in godsnaam altijd die vlechten in de Friese paarden krijgen. Dus die doen we altijd vlechten. En als het weer het toelaat, ook wassen. En anders is het voornamelijk vlechten en poetsen. We hebben eigen vrachtwagens, grote en twee kleintjes met trailer. Dus we proberen alles zelf te vervoeren. Met onze vrachtwagens staan de paarden los. Dus dat is, kunnen ze in ieder geval met hun hoofd naar beneden. Ze kunnen niet draaien, ze staan helemaal in de rubber. En het transporteert zoveel relaxter voor ze. Ze kunnen gewoon hun hoofd aan de grond doen. En ze staan toch al naast hun maatjes in quarantaine. En die kunnen ze nu ook gewoon ruiken. Er zit alleen maar tralies tussen. Dus wij vinden deze manier van transport zeer ideaal. Zeer rustgevend. Heb je op die manier ook dan wel dat bijvoorbeeld hengst en merries tegelijk op transport mogen en zo? En hoe doe je dat dan in een wagen naast elkaar? Ja, nou, we proberen dus... Onze oude stal had, waar we begonnen, nog niet genoeg wetend met hoge, dichte boksen. Daar zijn we snel van teruggekomen. Dus alle nieuwe stallen hebben snuffelluiken. Zodat de hengsten weten wie de buurman is. Want anders heb je ze buiten. Zo gauw je ze binnenbrengt, vliegen ze weer over die muur heen om te kijken wie er naast hun staat. Nou, dat is natuurlijk gevaarlijk. Ze kunnen achterover klappen, ze kunnen zichzelf verwonden. Dus we zetten de hengsten... eigenlijk gelijk met snuffelluiken. Dat gaat misschien twee tellen. Is dat een enorm gebrul en een gesla. Soms. Soms ook helemaal niet. Alleen maar brullen en dan is het klaar. Dus die dieren, vooral Friese paarden. Dat gaat wonderbaarlijk goed, Friese hengsten. Maar je zet natuurlijk nooit een hengst naast een merrie. Dus als dat wel zo is, dan gaat dat snuffelluik dicht. Als we niet anders kunnen. Maar eigenlijk proberen we altijd zo te doen. Mexico te splitsen. De ene kant, ene stal alleen maar de hengsten. En de andere stal alleen maar de merries. Als het echt niet anders kan. Je hebt toevallig een drachtige merrie. Doe je die wel eens naast een hengst. En als het niet lukt, gaat de snuffelluiken dicht. En in de vrachtwagen kunnen we ook het luik bij de neus dicht doen. Als het echt nodig is. Maar we proberen altijd natuurlijk of een ruim ertussen... Of een drachtige merrie of een anders in de vrachtwagen vakken tussen. En op. Nee, dat proberen ze eigenlijk ook niet. Ja, ze zitten in het rubber. Het is een vrij lange vrachtwagen. Ze staan scheef. Dus ze hebben meer ruimte. Dus ze kunnen zeg maar twee passen naar voren en naar achter doen. En we hebben gelukkig tot nu toe nooit beleefd dat ze willen gaan draaien. Maar er is ook geen reden toe, want er is eigenlijk geen paniek. Want ze staan natuurlijk allemaal neus aan neus. En ze hebben allemaal kuil ervoor. Ja, en ze hebben allemaal een kuilzak waar ze kuil uit kunnen plukken. En dat kuil wat op de grond valt, dat kunnen ze dan dus ook van de grond... Kijk, shipping fever weten we niet precies wat dat nu is. Of dat nu een bacterie is of een virus is. Maar het is wel heel duidelijk dat het komt omdat paarden vaststaan. Ze kunnen dus niet hun luchtwegen zelf schoon krijgen. Ze kunnen niet hun hoofd naar beneden doen tijdens de vlucht, omdat ze vaststaan. En dus als die dieren al tijdens een vlucht van 10, 12 uur vaststaan en niet hun hoofd naar beneden kunnen doen, dat is niet bevorderlijk. En als je dan ook nog het transport hebt dat ze vaststaan en ook nog eens op de luchthaven staan te wachten dat ze vaststaan, daardoor zijn we tot dit systeem gekomen. Nou, het minst naar Schiphol. Vroeger hadden we KLM. En voor de corona was al aangekondigd dat KLM zou stoppen met de combi-vliegtuigen. In combi is dat de passagiers voorin zitten en de paarden achterin. Dus jullie hebben vast heel vaak gevlogen dat je niet wist dat achterin paarden stonden. KLM had aangegeven dat die vliegtuigen eruit zouden gaan. Die zijn verouderd. En die zijn er allemaal versneld uitgegaan met corona. Dus er is niet één KLM-vlucht meer.
Dus dat is echt ontzettend jammer. Maar we vliegen bijna niks meer vanaf Amsterdam. De grootste vliegt vanuit Luik en Luxemburg. Misschien nog wat meest vanuit Luxemburg, ja. Dus dat, ja, plus dat je de paarden 5 uur van tevoren al moeten zijn. Dus dat is heel erg lang. Als jij naar Luxemburg moet, dan ben je zo 7, 8 uur aan het rijden. En dan nog 5 uur moet staan, nou tel maar op. Als jij dan al 12 uur vastgebonden staat, dan word je niet heel blij van. De KAL vliegt vanuit Luik. Dat is de Israëlische maatschappij. En van Luxemburg is het meeste Qatar. Qatar vliegt nu ook wel vanaf Amsterdam. Maar niet altijd, helaas. Maar KLM is helemaal niks meer. Martinair nog wel. Alleen nog maar naar Miami. En als we geluk hebben, vliegen die door naar, of naar Costa Rica of naar Chili. Maar het is helaas geen KLM meer. En dan vanuit Frankfurt vliegen er nog wel eens. Het is dan Lufthansa naar Toronto toe. En Cargolux dan ook vanuit Luxemburg. Vluchten naar de USA, dat is dan, je kan 3 luchthavens vliegen. Dat is New York, Miami en LA. Chicago kan ook, maar dat doen we niet frequent. Dus we hebben voor New York, LA en Miami altijd vaste dagen. We vliegen sowieso 2 keer per week naar New York. Voorplannen, ja. Ja. LA 1 keer per week en New York 2 keer per week. Ja. Ja, we houden geen Friese paarden over in Nederland. We houden geen Friese paarden meer over in Nederland. Ja, want ja, hoeveel paarden gaan we dan weg hier? Nou, wij zijn niet de enige, maar minimaal al 9 per week, minimaal naar New York. En dan heb je ook nog LA, dus dan heb je al 12 paarden minimaal per week. En dat is alleen nog maar New York en LA. Nee, dat gebeurt natuurlijk wel. Je kan natuurlijk niet. Je hebt soms wel, dan hebben we maar 6 paarden gepland. En dan is er 1 die niet voldoende opgeknapt is van castratie. Ik verzin maar wat. Ja, heb je wel eens een keer de pech, dan moet je er 5 vliegen. Ja. Maar 500 paarden per jaar naar New York. En dan heb je nog wel een toevlucht? Ja, niet zo heel veel. Maar uit Argentinië komen nogal eens wat polopaarden. En IJslanders worden ook nog wel behoorlijk geïmporteerd. En weinig retour. Het zijn wel paarden die bijvoorbeeld naar Amerika gaan die niet voldoen aan de eisen. Of eisen, zeg ik verkeerd, niet voldoen aan de verwachtingen. Die komen terug. Maar in quarantaine? Nee, dat is heel krom in Nederland. Maar als jij in Nederland aankomt, dan hoef je niet in quarantaine. Echt waar. Ja. Kijk, je moet wel voldoen aan dat je vrij bent voor infectieuze anemie. Je moet natuurlijk wel met de juiste papieren binnenkomen. Maar er is geen quarantaine. Ja. Ja, kijk, de paarden, precies. Kijk, en maneges en zo zullen niet zo heel gauw importeren, denk ik. Dus het zijn toch vaak de springruiters of de wedstrijdpaarden of een paard wat niet voldoet aan. En die gaat dan weer terug dus naar de eigenaar. Ja. Nou, dan komen we dus uiteindelijk dus bij de luchthaven aan. Nou ja, het is dus een beetje afhankelijk dan welke luchthaven dat is. Hoe makkelijk dat laden is. Er is natuurlijk, als het goed is, altijd onze vaste chauffeur. En we hebben eigen crews in dienst. Die hadden we al, professionele crews. En we hebben nu dus door de ene zijn dood, is de ander zijn brood. Maar doordat de corona plaatsvond en dus alle KLM-vluchten eruit gingen, hebben we nu ook animal attendants in dienst. Die zijn net weer iets meer dan de crews. En die hebben natuurlijk echt ontzettend veel ervaring. Want die zitten al 20 of 25 jaar, hebben die vroeg bij de KLM gezeten. Dus dat is wel heel fijn dat we die nu hebben. Plus dat je dus ook niet nu meer hebt dat eigenaren mee kunnen. Want dat was altijd wel leuk, maar dat is niet heel handig. Nu weet je in ieder geval van als er wat gebeurt, zijn allemaal ervaren mensen, ze weten wat ze moeten doen. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om of een paard in paniek raakt, maar er kan ook iets misgaan met een stal. Je moet weten waar je de zuurstof moet halen als er iets misgaat, dus... Gelukkig tot nu toe gaat alles goed, maar er kan natuurlijk een keer wat gebeuren. We hebben een keer beleefd dat we bijna in Mexico waren. Het was een vulkaanuitbarsting. Toen moesten we terug. En we mochten niet in Amerika landen, want we hadden geen papieren voor Amerika. Nou, dan word je niet heel blij van. Als je dan ergens boven de lucht hangt, ik bedoel,
piloot, het enige waar de piloot om denkt, is dat hij natuurlijk genoeg brandstof heeft om terug te komen. Maar voor die paarden is dat wel heel erg naar. En we hebben ook een keer inderdaad een vlucht naar Canada beleefd. Dat het tussenstop is Seattle. Dus ook Amerikaans grondgebied. En ging het vliegtuig kapot. Dus uiteindelijk maakten de piloten veel uren. Dus de crew moest eruit. En de paarden mochten er niet uit, want het was Amerikaans grondgebied. Ja, kijk, en nu als je dat, nu maken wij certificaten voor Amerika erbij. Maar dat was toen helemaal niet nat dan. Dat werd niet gedaan. Nou, die, als je dat één keer mee hebt gemaakt, die, dat gebeurt je nooit weer. Maar dan nog, er staan in Seattle, er zijn geen stallen. Dus wat ga je dan doen? Dan moet de crew kan de container uit het vliegtuig laten halen, maar dan kan je nog niks. Dus dat is wel, wel zuur. Dan maken ze stress mee. Ja. Ja. Het is al wonderbaarlijk hoe goed paarden omgaan met stress. Maar ja, dat is een voordeel van een vriespaard. Maar gelijk ook een heel groot negatief iets van een vriespaard. Er moet heel wat gebeuren, wil een vries in paniek raken. Maar als hij niet oké is qua coliek of zich niet lekker voelt, dan uit hij dat ook niet. Dus dat is soms wel heel erg lastig. Ik bedoel, een KWPN'er hoeft maar een klein beetje buikpijn te hebben en die geeft dat aan. Die kunnen gelijk ingrijpen. En een vries kan rustig de hele weg rustig staan. Het enige wat je aanmerkt is dat hij te weinig drinkt. Dus daarom zijn we ook blij met die Animal Tenders en eigen grooms. Dat die gelijk bericht doen van, hé, die vries heeft niet gedronken onderweg. Nou, dat weten wij al voldoende. Ja, daar, omdat ze zo'n makkelijk karakter hebben, gebruiken we ze heel vaak als rustgever. Dus we zetten ze vaak in het midden tussen WPN'ers in. Om toch de, ja, die rust te doen. Verandert het karakter wel een beetje van de vries, vind ik. Dan wat het vroeger was. Maar nog steeds zijn het wel vaak wel de rots in de branding waar iedereen een beetje aan hangt. Dit is bijvoorbeeld Luik. Dan kunnen we laden in 3 stallen tegelijk. Je laat eerst de zijkanten. Dus als je een paard hebt die het niet zo prettig vindt om een smalle ingang te gaan. Dat is dezelfde breedte als een 1-persoons trailer. Dus als 70 centimeter. Nou, sommige paarden hebben daar natuurlijk een hekel aan. Dus dan kunnen we de schotten opzij zetten. Dus je moet ook goed van tevoren weten hoe je gaat laden. Wie je naast elkaar zet. Ze moeten natuurlijk, de paarden die elkaar kennen moet je natuurlijk nooit uit elkaar gaan halen. Maar ook goed bedenken van ja, die is wat angstig. En die moet in het midden. Of die moet aan de scheve kant. Want zoals je ziet is de rechter container helemaal recht. Maar dan zitten er ook containers, bijvoorbeeld de linker, waar een scheve zijkant aan zit. Omdat die een scheve kant van het vliegtuig zit natuurlijk. Of de scheve kant, een ronde kant van het vliegtuig zit. Dus daar doe je dan een veulen of een pony of een kleine dier in. Nou, gedurende de vlucht. Dit is dan toevallig een stal waar geen voorschot in zit. Nou ja, dit zijn dan toevallig 2 vriezen en dan de WPN'er ernaast. Dus dat we altijd een beetje proberen dat in ieder geval de WPN'ers naast de vriezen staan om het allemaal wat rustiger te houden. Het gaat tot nu toe eigenlijk altijd wonderbaarlijk goed. En de stress, dieren halen we er wel vaak uit. Op het moment dat je gaat laden, heb je al een beetje een idee of een dier claustrofobisch is of niet. Of die dat eng vindt om dat gangetje in te gaan. Als dat allemaal oké is, wordt de container klaargemaakt en komt hij op een loder. En op die loder gaan ze zijwaarts. En paarden die angstig zijn, raken dan in paniek. Dus dat is wel prettig dat je dat in ieder geval voor de vlucht door hebt. Of een paard dat wel of niet trekt. Want het is voor een paard heel naar om zijwaarts te gaan in plaats van achterwaarts of voorwaarts. En eigenlijk haal je er wel bijna, de paniekers haal je er dan wel uit. Als het echt een beetje paniek is, kan je ze wat suf maken. Als het behoorlijke paniek is dat ze zichzelf gaan verwonden, ja, dan kan zo'n paard gewoon niet mee. En Nee, dat is niet te doen. Nee. Maar dat is goed, die crooms en die animal attendants, die redden staan dus prima mee. Die kunnen spuiten, die kunnen ingrijpen. En als er een beslissing genomen moet worden, dan wordt er wel altijd gebeld. Er wordt wel aan mij gevraagd, wat doen we? Want als een paard in paniek is, kan je besluiten om het rustige paard eruit te halen, hem te laten vliegen op een anderhalve stal samen met 1 paard. Dus dat is wel altijd even overleggen. Het is niet altijd logisch dat het paard wat in paniek raakt thuis te laten. Behalve als het paard al zo in paniek is geraakt, zichzelf verwond heeft of echt zo hoog adrenalinegehalte heeft dat hij niet meer rustig te spuiten is. Dan komt het echt niet meer goed, nee.
En zo staan ze dan te wachten. Zo worden de containers klaargemaakt. En zo staan ze dan te wachten. Totdat ze naar het land van bestemming gaan. Rechts onderin is dus zo'n loder. En deze gaat nu dan gewoon omhoog. Dat vinden ze vaak niet zo spannend. Maar als ze erop gereden worden, ja, dat is logisch, gaan ze dus zijwaarts. En dat vinden ze toch wel heel spannend. En boven op de rollerbank ook weer. Als ze omhoog gaan, gaan ze ook zijwaarts dan weer het vliegtuig in. Normaal gesproken vliegen er naar Amerika 15 paarden. Dus dat is dan 5 containers. Ze gaan normaal gesproken 3 paarden in een container. Maar het, bij Mexico kan je ook, hebben ook vaak genoeg 7 containers. En dan gaan, er kunnen 6 veulens in 1 container. Allemaal los. Of 3 paarden vast. Er zijn ook sportpaarden of grote paarden waar de eigenaar van tevoren zegt, die moet sowieso op 1,5 plek. En dan vliegen we er wel eens 2, maar we proberen altijd wel 3 paarden tegelijk te vliegen. Nou, dit is dan bijvoorbeeld Colombia of... Nee, dit is Costa Rica. Dus gaan de paarden er in Mexico uit. En dan hebben ze geen dichte containers meer. Dit is echt uitzonderlijk. En ze vinden het, zoals je ziet, alle 3 hartstikke interessant. Het zijn 3 hengsten. Het is onvoorstelbaar dat, hoe een paard het eigenlijk, zoals je het maar kan zien, hè. En als hij zijn maatjes maar om zich heen heeft. En als die staan onder met een touw over de schoft of over de hals onder vast. Dus ze denken er niet over na om te gaan stijgen of omhoog te gaan. En ze zien alles. En dat gaat wonderbaarlijk goed. Stel dat, dat je van tevoren zegt van hey, ik wil mijn paard in een anderhalve doen. Dan moet je, of in ieder geval dat hij niet met 3 gaat. Moet je dan voor die extra plekken betalen? Ja. Ja. Ja, want daar had dan even een ander paard. Ja, offertes die gaan eruit gewoon op 1/3, zeg maar. Op 3 paarden in een container. En als mensen dat van tevoren aangeven, krijgen ze natuurlijk een andere offerte. Er gaan ook wel bijvoorbeeld merries met veulen. En dan doe je 2 merries, ieder met hun eigen veulen. Dus dan delen ze de container. En dat is van tevoren natuurlijk afstemmen. Oké, want gaat dan die container door de middel, zodat merrie wel gelijk direct bij het veulen staat? Ja. Ja, dat het veulen eromheen kan draaien om te kunnen drinken. Oké, ja, dan wordt gewoon de container, laten we zeggen, zo omgebouwd. Ja, ja. Oké. Ja. En als er veulens in gaan, gaan alle middenschotten eruit. En dan gaan ze helemaal los. Alleen de veulen? Alle veulen, als je bijvoorbeeld meerdere veulens hebt. Oké, dan ja. Gaat het gewoon echt... Ja, en als het veulen met de moeder vliegt, dan staat de merrie staat gewoon vast en dan kan het veulen eromheen lopen. Oké, en dan... Om te drinken. Los. In 1 vierkant. Ja, maar daar kunnen er wel 6 in. Nee, dus de veulens moeten wel omhoog. Oh, bij de merrie bedoelt u? Ja, bij de merrie. Ja, ze doen het eigenlijk niet hoor. Ze blijven er eigenlijk bij staan, maar ze kunnen vaak wel eromheen lopen. Als ze willen, kunnen ze er achter of voor langs. Maar meestal... Kijk, het gaat er voornamelijk om dat veulen kan drinken natuurlijk. En dat als je 6 veulens los hebt, moeten ze wel voor kunnen komen bij de kroem die ze water geeft. Kijk, het kuil kan je natuurlijk wel een beetje aan de zijkant gooien, maar... Wat zijn die veulens die als ze met z'n 6 daar... Het ligt ook weer aan welk land. Kijk, ze moeten sowieso natuurlijk gespeend zijn, dus er zijn minimaal 5 maanden. Maar er zijn ook genoeg landen die eisen dus dat ze volledig geënt zijn. Dus dan kunnen ze pas vanaf 5 maanden hun eerste enting krijgen en dan op 6 maanden hun tweede enting. Dus dan zijn ze minimaal 6 maanden. Dus gemiddeld zijn de veulens 6 maanden als ze echt zonder moeder... vliegen. En met moeder? Nou, we houden eigenlijk liefst proberen we 2 maanden. Het gebeurt wel eens als een veulen goed ontwikkeld is dat hij met 6 weken kan, maar onder 6 weken doen we niet. Nee. Okay. Nou ja, dit is dan even een foto hoe ze dus in het vliegtuig staan. Ze staan dus nu dus allemaal cargo vluchten. Combi vluchten bestaan dus niet meer. En hier dus weer een Fries in het midden, 2 Spaanse ernaast. Ja. Nou, en dan is het natuurlijk hartstikke leuk als je een keer foto's krijgt als ze aangekomen zijn, hoe het allemaal gaat. Nou ja, zoals ik al zei, over de hele wereld heel veel naar Zuid-Amerika. Maar ook veel naar Canada, veel naar Amerika. Ja, er is denk ik geen land die geen vriespaard kent. Het is bijzonder. Ze passen zich redelijk makkelijk aan. En dat is natuurlijk vanwege hun karakter.
Ze hebben veel meer moeite met de hitte. Er zijn natuurlijk wel paarden die hier, Friese paarden die hier echt topsport liepen, die het in Florida niet trekken. Die kunnen alleen 's morgens tussen 4 en 5 gereden worden en dan houdt het op. Maar er zijn ook Friese paarden die dat wel prima trekken. Maar goed, je ziet het zelf natuurlijk ook thuis in het land. Als het een warme dag is, vliegen de WPN'ers nog door het land heen. En de Friese staan in een schuilhut of in de schaduw, omdat het toch voor hun lastiger is. Kou is totaal geen probleem. Ik heb nog nooit gehoord dat een Fries paard het koud had. In Canada of waar dan ook, daar lopen ze gewoon in de bergen en in de sneeuw. En die komen toch ook allemaal bij ons vandaan. Rechts is Brazilië. Ook veel Friese heen geëxporteerd. Dan denk je, zo'n land, waar komen ze terecht? Nou, die komen daar in Heffen. Dat is echt schitterend. En die passen zich weer heel makkelijk aan. Maar die hebben daar zelf de mogelijkheid toe. Omdat ze daar vaak zulke grote gebieden lopen waar ze zelf de schaduw op kunnen zoeken. Of de wind op kunnen zoeken. Boven is de Dominicaanse Republiek, toevallig. Dus ik kan het eigenlijk niet zo gek bedenken. Ze gaan er naartoe. Het transport laat natuurlijk wel eens de wens over. We kunnen hier keihard om lachen, maar je houdt je hart vast. Laadklep hebben ze niet. Dus dan doen ze er maar een bult zand achter. En dan is het goed gas houden, erop houden. En dan rent een paard wel een vrachtwagen in. Nou, het is bijzonder. En dat fotootje rechts ook. Zo, dit is Pakistan. Achterste die zo angstig kijkt is de merrie. En er staan 2 hengsten voor haar. En ik weet niet of je wel eens ooit een PRE-hengst op stal hebt gehad, maar dat zijn toch wel hele pittige hengsten. Dus die merrie kijkt echt van, ik weet niet of die gaat gebeuren. En zo vervoeren ze gewoon 2 hengsten zonder tussenschot aan elkaar vast. En dat komt dan blijkbaar ook nog heel aan. Dat is echt bizar. En ook dit bijvoorbeeld. Ik heb deze laatste gewoon in springen. Ik weet niet hoe ze het trucje leren, maar deze had geen bultje zand en geen laadklep en deze Arabier. Het is, ja, bizar. En dat is toch bizar dat die paarden het ook gewoon doen. Maar dat zie ik een Fries nog niet doen vanaf de grond hier in het bakje springen. Nou, dit heb ik eigenlijk al een beetje verteld, dat ze dus rustiger blijven. Maar dat het soms wel heel erg lastig is met koliek uiten. Maar goed, dat hebben jullie helaas zelf misschien ook wel eens ondervonden. Dat bij een WPN'er ben je er veel eerder bij en veel sneller kan je handelen. En een Fries paard wacht wel heel lang. De dekhengstammen hadden wij toen in de praktijk en die had koliek. En die is gewoon met een geklapte maag aangekomen in de kliniek. Was dus niks meer aan te doen en die kwam nog binnen van waar zijn de merries. Dus een Fries paard is niet heel betrouwbaar qua koliek. Daar moet je echt goed onderzoek voor doen. En goed opletten, goed je paarden kennen om op tijd te zijn. En dat is ook een verklaring waarom je dus bij paarden, Friese paarden, misschien meer shipping fever hebt. Omdat ze dus eigenlijk te laat in het land van aankomst doorhebben dat die Fries helemaal niet lekker in zijn vel zit. En dit was het eigenlijk. Dus ik weet niet of jullie nog vragen hebben. Jawel, gelukkig wel. Maar het zijn wel dingen waar je... Kijk, dit is een beetje natuurlijk met opzet gespecialiseerd naar een Fries toe. Ja. Maar je moet wel opletten. Neem aan dat het bij iedereen met zijn eigen paarden ook zo is. Dat je toch wel duidelijk verschil merkt tussen een Fries en een KWPN'er. Het heeft heel veel voordelen, maar voor ons heeft het wel soms een nadeel. Kijk, we kunnen goed gebruik maken van het geweldige karakter. Maar soms werkt dat karakter natuurlijk wel tegen zich. Dat ze zich niet uiten en dat ze niet gauw aangeven als ze niet oké zijn. Nee, maar kijk, de paarden die wij in quarantaine hebben, natuurlijk wel. En we hebben zoveel Friezen dat we kunnen dat wel een beetje inschatten. En de krooms gelukkig ook, maar dat zijn wel dingetjes waar je op moet letten. Ja, het is een beetje apart. In Amerika wordt bijvoorbeeld helemaal geen waarde gehecht aan een paspoort.
Dus als je paarden importeert, dus die terugkomen uit Amerika, maar die niet uit Europa zijn gekomen, moeten wij eerst paspoorten regelen. We hebben ook gehad een groep Friese paarden die terugkwam naar Europa voor een film in Bulgarije. Ja, dan moeten we ze ophalen en dan moeten we eerst proberen paspoorten te regelen. Anders kan je ze dus niet eens vervoeren door de EU heen. Ja, altijd. Je kan niet zonder paspoort naar een ander land toe. Dus die kant op en is er altijd wat bij, maar papieren zitten niet altijd bij, nee. En dan heb je natuurlijk, ja, ligt er ook aan welk stamboek het is, maar je hebt natuurlijk het hoofdstamboek en je hebt de dochterstamboeken. Dus de paarden in Amerika krijgen daar hun papieren. Maar bijvoorbeeld in Mexico heb je dat niet, dus dat wordt allemaal via Nederland geregeld. Nou, nee, alleen de kleine eilanden. Bijvoorbeeld voor de Spaanse kust. Of, nou ja, we hebben dan 2 keer of zo naar een eiland gedaan in Zuid-Amerika. Maar dat wordt dan vaak daar geregeld door de agent. Oké, dus jullie doen eigenlijk het stukje in Nederland en dan de vlucht. En dan zetten jullie daar bij de quarantaine af. En dan, nou ja, dan wordt het daar verder geregeld. Nee, in principe net wat de eigenaar wil. Als die zegt, dat is gewoon van huis tot huis of stal tot stal, dan regelen we het stuk transport over de weg ook. Oké, okay. Ja. Dat dan met eigen wagens ook of niet? Nee, dat is allemaal via de agenten. Daar, we hebben vaste agenten waar we mee handelen, zeg maar. En die regelen dan voor ons het stuk. Wij vragen natuurlijk eerst een offerte op. Wat het gaat kosten en wanneer dat plaats gaat vinden. En als de klant dan akkoord is, dan regelt hij dat verder allemaal voor ons. Nou, het ligt ook weer aan hoe oud die hengst dus is. Dus als die hengst nog onder de 2 jaar is, dan mag hij nog als ruin. Hoeft hij niet te semmen. Hij wordt 3. Nou, onder 3 jaar mag je nog zo. Onder 2 jaar, sorry. En daarboven moet je de SEM-test doen. Kijk, zo gauw jij naar Amerika gaat en je moet de SEM-quarantaine in die 6 weken. Kost alleen al zo'n SEM-quarantaine kost al $6,500. Ja. Dus de vlucht valt best mee. Kost €4200. Dus dat vind ik meevallen. Maar de kosten in Amerika komen daar dan nog bovenop. De 3-daagse quarantaine zet je op $3000. Of je nou hengst, ruin of merrie bent. Dat zijn dus de eerste 3 dagen. En daarna ga je dus naar een SEM-quarantaine toe. Ruinen dus niet. Dus die zijn voor nou, €7500, €8000 heb jij je ruin op plaats van bestemming in Amerika. Alleen de merries, die moeten 2 weken in SEM-quarantaine. Dat kost zo'n $2600. En de hengsten $6500. Ja. Dan hadden we er beter 1 jaar eerder heen gekund. Ja. Maar het ligt eraan welk land je gaat. Hè. Kijk, Mexico bijvoorbeeld, dat maakt niet uit. Dat is echt specifiek Amerika, dat het zoveel duurder wordt als het een. Ja. En voor de andere landen, als de hengst boven de 731 dagen is, dan moet hij getest worden op SEM. En dat is best wel duur. En als je dan naar Mexico gaat, moet je dus iedere week hier in Nederland gesemd worden. Dus dat zijn extra kosten. Maar goed, dan praten we over een paar €100 en niet over een paar €1000. Maar die vliegkosten, maar ze moeten ook bij jullie zoveel weken in quarantaine. Ja. Of zit dat dan bij in? Of? Nee, we bieden alles. We maken gewoon complete offertes. Maar als je naar Mexico gaat, kan je niet zonder quarantaine. Dus dan moet je wel. Ja, veulen is goedkoop. Veulen moet wel bloed. En moet natuurlijk ook een stal. En dat ligt er maar net aan of die bij zijn moeder loopt. Of dat die aparte. En zonder moeder? Zonder moeder doen we altijd 2 veulens in 1 stal. Omdat ze zich dan wat prettiger voelen. Dus dan betaal je precies de helft van de stal. En dan hoeft dat niet 2 veulen van dezelfde verkoper te zijn? Nee. En vooral omdat natuurlijk veel mensen maar 1 veulen bijvoorbeeld importeren. En dat we dan wachten tot we bijvoorbeeld 6 veulens hebben. Dan is het natuurlijk mooi dat we ze wat eerder krijgen. Dan dat ze aan elkaar kunnen wennen. Dat we ze bij elkaar doen. Oké, jullie kijken echt van, oké, weet je. Hoe je dit? Ik zou bijvoorbeeld naar jou komen van, ik wil mijn veulen naar Brazilië veulen kopen. En dan zeg jij van, oké, weet je. Ik heb er dan nog 2 of 3. Dan kunnen jullie allemaal tegelijk. Ja. Op die manier wordt dat dan maar zeggen onderling geregeld van, oké, dan
gaat dat in zoveel mogelijk tegelijk. Ja. En kijk, het gebeurt wel eens zo, bijvoorbeeld een paar weken geleden, dat er echt zo'n grote groep veulens in één keer aangeleverd wordt van verschillende klanten. En dan zetten we ze eerst allemaal in de boxen neer. En dan beginnen we wel gelijk op dag 1 of dag 2 te schiften van de grote bij de grote, de kleintjes bij de kleintjes. En dus niet alleen maar qua klant kijken, maar vooral ook wat bij elkaar met elkaar op kan schieten. Vriezen zijn natuurlijk heel makkelijk. Vriesveulen kan je zo eigenlijk maar bij een WPN'er gooien. Maar WPN'ers kan je niet zomaar bij vriezen gooien. Dus je moet wel goed vanaf dag 1, dat je tijdens de hele quarantaine kijkt van gaat dit goed samen, kan dit samen vliegen? Want het is natuurlijk allemaal al spannend genoeg. En als je tijdens de vlucht uit moet gaan vechten wie de baas is, dat is niet heel handig. En dat geldt natuurlijk ook voor de merries en de hengsten. We proberen natuurlijk wel zo te matchen dat ze echt wat aan elkaar hebben onderweg. Dat ze een steun voor elkaar zijn en niet dat het een gevecht wordt. Dat ze de buurman niet leuk vinden. Volgens mij moet ik stoppen. Nou, gelukkig. Super. Nou, nog leuke dagen. En bedankt.